Hoi iedereen, vandaag heb ik een shoplog met een leuke verrassing aan het eind van deze video. Ik kreeg laatst een enorme doos binnen. Deze. Tadada. En ik wist eigenlijk meteen wat erin zat, omdat het er ook op stond. Maar ik was super excited. Ik mocht namelijk bij Come Get Fashion, een webshop, wat kleding bestellen. En dat heb ik gedaan. Ik heb dingetjes uitgekozen. Het is gewoon echt helemaal mijn stijl. En ik vind het echt heel erg leuk. Dus ik ga dat vandaag laten zien. Ten eerste, het zat super leuk ingepakt. Helemaal met roze papier. En dan zat er dus dit leuke kaartje bij van Come Get Fashion. Nou, laat ik even met de kleding beginnen. Oké, als eerste deze leuke kimono. En echt wel heel veel bloggers hebben deze. Hij heeft zo'n floral print met allemaal gekleurde bloemetjes en palmboompjes en takjes en dingen. En hij is dus lekker doorzichtig. Hij heeft 3/4 mouwtjes en hij heeft aan de onderkant van die franjes, van die fringe dingetjes. Super leuk. Hier kun je je outfit echt heel erg mee oppimpen, heb ik het idee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik deze ga combineren deze zomer. Nou, dan nog een item met bloemenprint. Namelijk deze playsuit. Hij heeft zeg maar, hier is het doorzichtig see-through. En aan de andere achterkant heb je ook nog die band die doorloopt. Hij heeft super leuke, een beetje pastelkleurtjes eigenlijk. En hier zit in het midden een elastiek. Heeft hele mooie nog een band aan de onderkant. Hij zit echt super mooi. Ik vind hem echt gewoon, dit is gewoon echt de perfecte vorm van een playsuit, vind ik. Ja, lekker vrolijk, zomers. En ik vind het altijd makkelijk met dit soort dingen. Dat je gewoon, weet je, je hebt het gemak van een short. En niet het ongemak van een jurkje. Maar je bent wel met één item gelijk eigenlijk bijna klaar. Dus dat vind ik echt een voordeel aan van die playsuits. Nou, dan had ik ook nog schoenen gekocht. En hier was ik een beetje bang voor eigenlijk. Omdat ik, soms heb ik 36 en soms heb ik 37. Maar voor hakken heb ik eigenlijk altijd maat 36. Maar ja, je weet het natuurlijk niet. Je weet niet, de ene keer heb je toch 37, de andere keer niet. Je weet niet hoe het valt. Maar goed, ik heb het wel aangeprobeerd en ik ben er super blij mee. Ik heb namelijk deze hakken gekocht met een gepunte teen eigenlijk. Ze zijn een soort, ze zijn van stof en het is een beetje, het is echt zo'n zachte stof. Ik weet niet waar je dit mee kan vergelijken. Het is geen suède. Ik weet niet, het is een hele aparte stof. En er zit hier zo'n elastieke bandje eigenlijk. Aan de binnenkant zit een rits. En je hebt een roze hak, wat ik eigenlijk altijd wel leuk vind staan. Ik heb ze al aangehad een hele avond. En ze zijn wel redelijk hoog, maar ik hield het wel vol. Het is prima te doen. Ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Dan heb ik een hele leuke statement ketting. En dat is deze met goud en zwart. En ik had nog niet een ketting met een touw als koord. En dan met dus zwart. En dan hier dus van die chunky stenen. Het zijn een beetje bloemenachtig. Ook deze heb ik al gedragen. En ik vond hem echt gewoon heel erg leuk. Heel chic. Maar wel lekker chunky. Dus die. En dan heb ik als laatste iets heel cools. Namelijk dit horloge van Casio. Ik zag deze op de site en ik dacht, oh, die wil ik hebben. Ik vind hem zo leuk. Het is echt zo'n beetje mannelijk horloge. En daar zoek ik dus al een tijdje naar. Ik vind het gewoon super leuk. Als je een wat stoerdere outfit hebt. Of juist een girly outfit. En doe je gewoon zo'n stoer horloge om. Hij is niet zo heel breed. Maar ik vind hem wel heel stoer. Nou, ik heb hem al helemaal ingesteld. En zo op de tijd. Je kan er echt van alles mee. Stopwatch. Timer. Klokje. Dingetje. En het leuke is. Je kan ook nog hem licht laten geven. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hij is dus rood. Of blauw. Dat is hij nu. Of groen. En dan heb je ook nog meerdere kleurtjes. Oh my god. Dit is echt zo'n coole party trick gewoon. Van, kijk jongens, ik heb een nieuwe horloge. En een disco. Woehoe. Ja, dit was eigenlijk wat ik allemaal had besteld bij Come Get Fashion. Ik vind het echt super leuke items. Heel erg leuk voor in de zomer. En deze zullen jullie waarschijnlijk ook alweer terugzien in verschillende video's. Dat is natuurlijk altijd leuk. Kan je misschien een beetje inspiratie opdoen. Nu heb ik nog voor jullie een hele leuke verrassing. Ik mag namelijk een cadeaubon ter waarde van 50 euro weggeven namens Come Get Fashion. Ja, dat is natuurlijk super leuk. Zo kan jij ook bijvoorbeeld deze leuke items kopen. Ze hebben nog veel meer dingen op de webshop natuurlijk. Dus neem gerust een kijkje. Hieronder zal ik even een linkje plaatsen. Wat moet je nou doen om kans te maken
op het winnen van die cadeaubon. Ten eerste, je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. Hieronder staat een knopje abonneren. Heb je dat nog niet gedaan, klik er even op en dan kan je meedoen. Ten tweede moet je Come Get Fashion op Instagram volgen. Dat is @comegetfashion. Hieronder zal ik ook nog weer even een linkje plaatsen. En ten derde moet je een reactie hieronder achterlaten met welk item jij heel erg leuk vindt van de webshop. Dus echt, stel jij krijgt die 50 euro, welk item moet je dan sowieso hebben? Ik ben heel erg benieuwd. Doe een beetje creatief, want dat vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. De winactie loopt een week, dus zorg ervoor dat je snel meedoet. Want anders dan heb je straks niet meer door dat de winactie opeens is gestopt. Vergeet zeker niet je e-mailadres, zoals altijd, weer in de reactie te zetten. Zodat ik je kan terugmailen over een week. Dan mail ik diegene. Ik zal het niet op YouTube zetten van wie heeft er gewonnen. Als je geen mailtje hebt gehad die dag, aan het eind van de dag, dan heb je helaas niet gewonnen. Ik hoop dat jullie allemaal mee gaan doen. Heel veel succes en tot de volgende keer!